Weer bij een editie van Piet Boeren, autodetailer, vlog nummer 100 zoveel. Vandaag op het programma glaspolijster. In deze Volvo V70 in een hele aparte blauwe kleur die volgens mij in Nederland nooit geleverd is. Met crème leder interieur is smetteloos aan de binnenkant. Prachtig. Maar goed, hij is niet voor detailing. Nou ja, detailing, glaspolijsten valt in principe ook onder detailing. Want het is een art die heel weinig mensen kennen en kunnen. Vooral dat. Waar gaat het hier om? Hier gaat het om een hele brede baan in de voorruit. En die loopt van hier naar daar, een hele brede. En dat is precies de breedte van de voet van het ruitenwisselblad. En voor de rest hangt er een kraswaas overheen van de ruitenwisselbladen, zowel links als rechts. Maar met name waar de klant met name om gaat, is deze brede. De rest is meegenomen, mocht dat eruit gaan. En ja, goed, we gaan uiteraard voor hoge kwaliteit. Dus ik pak even de camera op en dan zal ik even goed laten zien wat de schade is. Zo, even kijken of ik een beetje steady beeld kan geven. Kijk, nu komt hij in de verlichting, de rechter TL-verlichting. Zie je hem aankomen. Zo. De rechterkant in de hoek is vuil, dus ik moet eruit nog schoonmaken. Maar dus de schade zit, het blijft altijd lastig. Ja, daar komt hij. Kijk. Een hele brede die zo naar beneden loopt. Zo naar precies de voet van het ruitenwisselblad. Ik zal meteen de rest ook even meenemen. Kijk, ook hier zie je goed de slijtage, de engelvleugelwaars, zoals wij dat noemen, in de voorruit zitten. Als het goed is, heb je de schade in de voorruit kunnen zien. Ik ga de ruit eerst schoonmaken, intens schoonmaken. Al het vastzittende vuil er ook nog van afhalen. En de wagen ga ik voor de rest nog even afplakken. Dan ga ik mijn spullen bij elkaar zoeken en de voorruit polijsten. Schuren is niet nodig, ik kan het af met polijsten. Zodra de ruit klaar is of de auto klaar is, dan bel ik de eigenaar op dat hij de wagen weer kan halen. En dan rijdt er weer een Volvo rond met helder glas. Vind je het interessant om de vlog te volgen, dan zou ik zeker zeggen, blijf kijken. Maken met de Xeon glasreiniger. Als ik het eruit zo nat maak, zie je dat er op de voorruit al een keer overheen gegaan is met een polijsmachine. Want ik zie hier namelijk een echte afscheiding van de machine die hier langs gelopen heeft. En dat zie je goed op het zwart gearseerde gedeelte. Dus even kijken of ik het kan laten zien. Ik zal even de camera oppakken. Zo, vergeet even de schokkende beelden. Kijk, zie je? In het zwarte AC-gedeelte zie je dat er dus al iets met een machine is gedaan. Want dit krijg je niet met chemie voor elkaar, maar gewoon echt met een machine. Heel interessant.
goed in te kunnen schatten wat buitenkant en binnenkant is. Eerst maar even eruit aan de binnenkant goed schoonmaken. En de stickertjes plakken. Xeon Detailer Spray. En Xeon Klei. Je ziet het verschil al in glanseffect. Komt er verbetering in de ruit. En dat polijsten, dat herhalen we uiteraard net zolang totdat het glaswerk is zoals het zou moeten zijn of de wens is. En in dit geval hoeft de ruit geen 100 punten te zijn. Als in ieder geval maar die brede strook eruit is, dan scheelt al heel veel irritatie tijdens het rijden met laagstaande zon. Straatverlichting. Dus ik ga een aantal keren het proces herhalen. En dat doe ik uiteraard ook voor de andere zijde. Maar dat is eigenlijk de gang van zaken om schade eruit te krijgen. Zo. Deze kant is klaar. In zoverre, de kras is eruit. Ik ga nu aan de andere kant polijsten en daarna ga ik het raam volledig goed reinigen. Randjes en dergelijke, etcetera. En zoveel mogelijk even kijken om steenslag leeg te spoelen. Want er zitten nu hier en daar, zie je wit, allemaal witte stipjes. Nu zie je ook hoeveel steenslag er in de voorruit zit. Want de voorruit was best wel gehavend. Er is nu zeker 80-90% verbeterd, inclusief 100% de kras eruit. Rest mij alleen nog, wat ik al aangaf, de rechterzijde nog. Dan ga ik daartoe switchen en dan daarna de raam volledig schoonmaken. Ik zal de camera even een beetje kantelen, zodat je de bocht kan volgen in de TL-verlichting. De rechterzijde en dat gaat met name om de ruitenwisselbladwaas.
gezien de afstoot van het water, heb ik het idee dat er ook nog een of andere autoruitcoating op zit. En je ziet nu ook langzaamaan dat ik met de onderste kant waar ik nu geëindigd ben, dat ik langzaam de coating kapot polijst. Allemaal op bepaalde waterafstotendheid, net alsof er siliconen op zitten. En nu hier kun je zien dat ik het langzamerhand kapot polijst. Het referentiestickertjes geplakt om te zien. Kijk, ik heb al zaken nu aan de buitenkant geasseerd. Maar zodra ik ga polijsten, ben ik die geasseerde delen ben ik kwijt. Dus dan is het wel handig om aan de binnenkant een stukje referentie te hebben. Vooruit is qua polijsten klaar. Rest mij nog het plastic weg te halen, de rest van eruit goed schoonmaken. Nog even zoveel mogelijk steenslag leegspoelen met een borsteltje om het polijst eruit te halen. En dan is wat mij betreft de klus geklaard. En kan de Volvo terug naar de eigenaar. Ik ga het even afmaken en dan zie je ze me zo meteen nog even terug. De auto is klaar, hij kan terug naar de eigenaar. Raam heb ik schoongemaakt, gepolijst. En ik laat even zien wat het eindresultaat is. En dan zou ik zeggen, wederom weer bedankt voor je belangstelling. En wellicht zie ik je bij de volgende video. Ciao.